Vier veldspelers plus een keeper afvaardigen naar de overzijde. Ze gaan zich klaarmaken voor de vliegende start. Ik zie dat bij Rotterdam Jan Bruijs en Arjen van der Sluis hun gezicht hebben afgezet. En daar is Theo Boosten in beeld. Een van de twee scheidsrechters. De andere is Kees de Bruin. De wedstrijd is begonnen. Ik verwacht een agressief Rotterdam en een de kat uit de boom kijkend Amsterdam in de beginfase. We zullen zien of dat allemaal waar is. Sjaak Zwart. Hans Venneker heeft het moeilijk. Kan de bal niet kwijt. Hij heeft nog steeds geen ruimte en zal hem nu toch moeten afspelen langs de band. Doet dat met een lange bal. Iets anders is niet mogelijk. Sjaak Zwart aan de bal. Van Bokkel. Van Duivenbode neemt die bal aan. Moeizaam en neemt hem eigenlijk niet aan. Pieter Vries. Aad van der Laan de keeper. Hans Venneker aangespeeld. In de rug gelopen. Harry van der Sluis. Van der Sluis nog steeds. Vaardig aan de bal. Dus die zet hem dan niet makkelijk voor. Hij wordt gepakt. En dat betekent dan meteen dat hier Sjaak Zwart bij de strafbank kan. De bal is genomen. Hij moet worden overgenomen. Want eerst moet Sjaak Zwart uit het veld. En nog steeds is die bal niet genomen. Hij moet overgenomen worden. Beter gezegd. Ik moet wel zeggen dat Arjen van der Sluis een schitterende duik nam. Hij is ook specialist in dit soort zaken. Het uitlokken van vrije trappen. CQ penalties. Theo van Duivenbode. Agressieve wedstrijd. 8000 mensen hier in deze hal. Deze schitterende sportarena. Men is zeer enthousiast bij voorbaat. Heeft een aantrekkelijke avond. Minivoetbal, atletiek, wielrennen en voetbal en een goal. Ja, ja. Combinatie tussen Pieter Vries en Arjen van der Sluis. En het is Van der Sluis die scoort. Rotterdam leidt dankzij die goal van Arjen van der Sluis met 1-0. Sjaak Zwart is weer terug in de wedstrijd. Arjen van der Sluis weer een mogelijkheid en hij passeert. Maar hij komt niet bij die goal. Wat een sensatie in die beginfase. En het is een goal. Hij schiet keihard door het gat. Van der Sluis op weg naar een hat-trick. Maar voorlopig heeft hij er pas 2 gescoord. Maar we zijn dan ook pas 1 minuut en 47 seconden bezig. Wat een sensatie. Sjaak Zwart aan de bal. Van Bokkel. Schaaphok. Het is typerend dat die bal niet kan worden aangenomen door Amsterdam. Omdat Rotterdam zo jaagt. Ze spelen in hoog tempo, combineren in tempo. Doen dat niet zoals een beetje bij de Amsterdammers. Vanuit stilstand. Schaaphok. Dat is eigenlijk het verschil. Van Bokkel. Krijgermaat. Een beetje moeilijkheden. Wordt gejaagd door de Amsterdammers. Doen ze goed. Ik denk ook dat dat hun oorspronkelijke tactiek was. Het is natuurlijk wel zo dat je, wanneer je achterkomt, dan ineens je tactiek zit mislukken. Nou, Aad van der Laan in een glansrol, maar hij heeft het erg moeilijk. Ja, goede paas. En daar komt Frans Bouwman dan weer niet langs. Goed gedaan, Kees Thomas. Het is een zeer levendige wedstrijd. Dit is Alen van der Zee, nummer 4. Peter Kroeze voor Amsterdam. Sjaak Zwart, onzuiver. Ook al onzuiver. Arie Riedijk. Het was ongelooflijk hard, dat schot. En dit is een wonderlijke paas, Jan van der Water. Ik vind het een nerveus gedoe. Beide teams hebben het moeilijk met elkaar en een beetje met zichzelf. Arie Riedijk. Goeie paas. Dat is te lief wat Venneker daar doet. Bouwman aangespeeld. Nee, zwak. Peter Kroeze, hij gaat hard. En daar heeft Rotterdam erg veel geluk. Een verdediger te veel, zegt Theo Boosten. Vrije trap voor Rotterdam. Sterker nog voor Amsterdam. Nomen. Kroeze. Zo kan hij er nooit in natuurlijk. Zwart. Die nog niet uit het veld is geweest. Behalve dan vanwege het wegzenden. Van der Water. Zwart. Van der Water. Goede passeerbeweging. Houtbal bezit. Van der Zee. Nu dan.
Goede reddingen zijn dat. Van de Water. Goed gewerkt, Frans Bouwman. In rol voor Amsterdam, zeg ik dan maar. Van der Zee. Ja, goed gewerkt, Kroeze. En dat is goed gezien van Keijermaat. Kijken wat Bouwman dan kan doen. Hij brengt rust. En dat is een te lange paas. Niet goed. Keijermaat. Bouwman. Keijermaat. En Riedijk weer. Die jongen kan zo ongelooflijk voetballen. Het is de Cruijff van het zaalvoetbal. Wat een techniek. En dat zeg ik speciaal voor onze noordelijke kijkers. Kroeze faalt. Pieter Vries wordt aangespeeld. Frans Bouwman. En hij scoort tussen de benen door van Kees Thomas. Een coole kansenbenutter is Frans Bouwman. Paas Pieter Vries. Goal Frans Bouwman. 3-0 voor Rotterdam. Halen van der Zee. Uitstekende poging van deze Halen van der Zee. Het wordt een inrol voor Amsterdam. Schaaphok. Van der Water. Ja, schitterend gepasseerd. En geblokkeerd. Een corner in het voordeel van Amsterdam. Het is de eerste. Van der Water achter die bal. Paast op Van Bokkel. Die in een moeilijke positie zit. De tweede alweer. De vierde wordt een penalty, zeg ik maar even vlug. Hij was niet slecht genomen. Riedijk aangespeeld. Keijermaat. Goed overgenomen die bal. Van Bokkel. En dan gaat hij terug. Lichamelijk contact uiteraard. Vrije trap Rotterdam. Nou, ze komen er goed uit. Goed gewerkt, Pieter Vries. Tempo wordt verhoogd. Van der Sluis aangespeeld. Goede redding, Thomas. En dan in tweede instantie dit. Dit is Arie van der Sluis. Hij heeft er al twee gemaakt. Stand na 11 minuten en 4 seconden. 3-0 in het voordeel van Rotterdam. Theo van Duivenbode heeft balbezit. Van der Water, van Duivenbode. Ja, dat doet hij goed. Maar hij komt er niet helemaal langs. Pieter Vries. Het publiek leeft uitstekend mee. Het wordt een inrol voor Aad van der Laan, de keeper. Inrol voor Riedijk. Nog niet zo dominant. Pieter Vries. Van der Sluis. Men is te dicht bij elkaar, er is geen ruimte. Het spel wordt te klein gemaakt. De Vries. Krijgermaat, dat kan niet. Wordt hard gewerkt, met name door Van der Water. En door deze Van Bokkel. Namens Amsterdam, goed gepasseerd. Ja, dat was niet slecht van opzet. Nu dan mogelijkheden Van der Water. En hij komt niet tot een schot, omdat Krijgermaat ertussen zit. Een corner, het is de derde voor hoofdstad Amsterdam. Ze zijn bijzonder dicht bij een penalty en wie weet bij een tegengoal. Via die penalty. Te vroeg ingekomen. En dat is niet waar, want zodra er gefloten wordt, mag je inkomen. En hier geeft Riedijk een corner weg. En dat is de vierde, dus een penalty. Er wordt druk gebaard vanaf de spelersbank bij Amsterdam. Wie die bal moet gaan nemen, het wordt Theo van Duivenbode. Aad van der Laan zeer geconcentreerd op zijn doellijn. En dat is een goal. Stand is 3-1. Nog altijd in het voordeel van
Rotterdam Ahoy. Riedijk, Bruis. De Vries. Riedijk. Bruis. Van der Sluis. Ja, dat is een unieke situatie. En een goal! Het zijn combinaties die we ook in het vorige seizoen al hebben gezien. Bruis, Van der Sluis. En als dat gebeurt, is het vaak prijs. Arie van der Sluis scoort zijn derde goal. Het is 4-1 voor Rotterdam Ahoy. Schaaphok. Van Bokkel. Achtervolg door de Vries. Hij komt er langs. Doet hij voortreffelijk. Nu moet die paas komen. Maar de ruimte is alweer weg. Van der Water. En dan wordt Van der Sluis aangegooid. En hij is de bal alweer kwijt. Van der Sluis weer. De Vries. Chaotische tafereel daar in dat doelgebied. Van Amsterdam. Hans Venneker. Van der Water. Venneker. Te weinig assistentie bij Rotterdam. Been vooruit, zegt Kees de Bruin. Hij heeft gelijk. Van Bokkel. Hij gebaart. Waar zijn de mensen die diep gaan? Hij had het op dit moment zelf moeten doen. Bruis. Venneker. Er is kant gedaan. Frans Bouwman. Frans Bouwman passeert. Maar nu heeft hij geen hulp. Dit kan hij natuurlijk nooit alleen. Hij forceert wel een corner. Het is de eerste voor Rotterdam. Wordt afgefloten die zaak. Want het cornergebied moet ook leeg zijn. Van Bokkel goed gewerkt. Van der Waat. Goed gedaan van Jan Bruis. Dat doet hij zelf. Sjaak Zwart gaat door. Het spel gaat uiteraard door. Zwart, mogelijkheden misschien. En dan een goal. Nee, goed gered door Aad van der Laan. Bal over de zijlijn. Amsterdam vraagt een time-out aan. Kees Groot die wil praten met zijn mensen. Ik kan me dat voorstellen als je 15 minuten en 40 seconden hebt gespeeld. En de stand is 4-1 in je nadeel. Kom maar, jongens. Tijon, kom erbij. Het is gewoon kwestie. We kijken te veel naar de bal en we zien niet wat achter onze rug gebeurt. Daar zijn drie kolen door ontstaan. Bij de tweede paal. We kijken naar die bal en achter ons lopen ze vrij. Hier storen, achteraan lopen. Kijk, net zo lang dat je die bal hebt. Er wordt dus te weinig gestoord, zegt Kees Groot tegen zijn mensen. Ik kan het daar wel mee eens zijn. Voor de goal is Rotterdam beslist gevaarlijker. Dat zit hem onder andere omdat er niet consequent genoeg gedekt wordt. Van Bokkel. Uiteraard is die bal uit. En zal worden ingerold door Rotterdam. Venneker, Van der Laan. Een goede redding is dat en geen gekopte goal. En dan is er een blijkbaar zwaar geblesseerde. Het kon wel eens vrij pittig zijn. Ik geloof dat het Theo van Duivenbode is. Ja, die naar zijn schouder grijpt. Maar ik geloof toch dat het zijn rug is. Ab Rozijn is erbij, Salo Müller is erbij. Met die shirtreclame daar op zijn rug. Theo van Duivenbode leeft nog. Dus we gaan verder. ...16 minuten en 14 seconden gespeeld. Van Bokkel wint deze
bal voor Amsterdam. Zwart. Goede uitgooi was dat. Goed gedaan. Oeh, dat is uiteraard een overtreding. Van Theo van Duivenbode. Revanche. Het wordt slechts bestraft met één vrije trap. Sjaak Zwart. Amsterdam komt terug. Peter Kroeze. Inderdaad, alleen op die manier kon die bal voor de goal getrokken worden. En dat werd niet begrepen door zijn medespelers. Frans Bouwman in de rug gelopen. En dan wordt die bal ook nog eens een keer weggetrapt door Alen van der Zee. En daar moeten ze mee stoppen. Want anders moeten die scheidsrechters maar eens gaan bestraffen. Want dit spel is bedacht voor het publiek. Krijermaat op zijn manier in de sprint. En een overtreding uiteraard. Nou. Als het mij vraagt, wordt dit een hard potje. En dan mag wel eens iemand naar de strafbank. Zwart. Kroeze was dat. Van der Zee. Kroeze weer. Zou kunnen schieten. Kroeze. Goed gewerkt. Van der Zee. Dat is een inrol. Stand nog altijd 4-1 in het voordeel van Rotterdam. Het was niet onaardig gedaan wat Theo van Duivenbode daar deed. Corner. Het is de eerste voor Amsterdam. Van de nieuwe serie wel te verstaan. Fenneker neemt de bal aan. Maar wat gebeurt er nu? Overtreding, Sjaak Zwart, die er spijt van heeft. Ik geloof ook niet dat hij echt moedwillig Bouwman onderuit tikte. Van der Zee, Zwart. En weer Van der Zee uiteraard. Goed gewerkt van Van der Laan. En nogmaals. Er is weinig ruimte voor Rotterdam. Dat nog wel leidt, maar dat er toch niet meer uitkomt. Dat is niet sterk gedaan van Bouwman. Van der Zee. Een verdediger te veel. Dat wordt afgestraft. Terecht. Zwart. Hard. Vreselijk hard. Hallo voorlangs. Zwart. Goede bal. Goed aangetikt. Het wordt een inrol of een corner. Nee, een corner. De tweede van Amsterdam. Amsterdam domineert. Ja, uitstekend gewerkt daar. Ah, fantastisch gedaan daar. Solootje van achter die goal vandaan. Het is Peter Kroeze die scoort. En langzamerhand zien we toch gebeuren dat Amsterdam bezig is om de achterstand in te lopen. Kroeze scoort 4-2. Zwart. Van der Zee, het publiek telt af, nog maar een paar seconden, dan hebben we de eerste helft achter. Oh, en een knal op die lat, geweldig schot. En het was ook terecht dat er geschoten werd door Van der Zee, want we waren in die laatste seconde bezig. Hij had geen andere keus. U hoort, en u kijkt trouwens al, naar de show en drum band, of drum en show band, hoe je het maar noemen wil, Flora uit Rijnsburg. En we gaan dus kijken wat zij te melden hebben, ik denk muziek.
Power Drumband Flora uit Rijnsburg. Toeter is gegaan. We gaan beginnen aan de tweede helft van de mini-voetbalwedstrijd Rotterdam tegen Amsterdam. Stand 4-2 in het voordeel nog altijd van Rotterdam. Goals van Van der Sluis. Bouwman, Van Duivenbode, Van der Sluis en Kroeze. Zo kwamen we aan 4-2. We zijn bezig. Van der Water. Het is een vrij harde eerste helft geweest. Ik ben benieuwd of scheidsrechters strenger zullen optreden. Het zou gewenst zijn, want dit minivoetbal moet het publiek boeien via technisch vertoon. Dat was een sliding van de keeper, mag niet. Wordt ook gestraft, terecht. Van der Sluis. Bruis. Hij wordt geblokkeerd. Lokte dat ook een beetje uit. Maar het was een overtreding. Fenneker. Aardige kapbeweging. Schot was minder goed. Riedijk. Van der Sluis. Fenneker. Hij schiet. Het is een van richting veranderde bal, maar hij telt wel natuurlijk. Hans Fenneker scoort 5-2 in het voordeel van Rotterdam Ahoy. En deze Kees Thomas was kansloos. Schaap ook. Zwart. Opnieuw hard. Maar hij kan de richting maar niet vinden. Heeft ook nog niet gescoord. Riedijk neemt aan. Van der Sluis. Dan een overtreding van Fenneker. Van Duivenbode, Van der Water en een breakout via Bruis wellicht. Bouwman is aanspeelbaar. En dan een dappere redding. Een moedige moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is het jargon van Kees Thomas. Van Duivenbode. Van der Water. Je bal, dit moet natuurlijk een goal zijn. Nee! Goed geblokkeerd uit Van der Laan. Het is de derde deze corner. Van Amsterdammers. Van Duivenbode. Bruis. Riedijk. Het is aardig, maar het snijdt geen hout op dit moment. Bouwman. Riedijk weer. Fenneker. Bouwman is te veel op eigen vertoon uit. Overtreding Riedijk. Van Bokkel. En een redelijke kans voor Van der Zee. Bouwman. In de sprint. We hebben een corner. Krijgermaat. De Vries. Slecht gedaan. En dan had Van Duivenbode al aangespeeld moeten zijn. Nu krijgt hij de bal pas. Hij zou kunnen schieten. Hij doet het ook wel. De Vries werkt hard. Van der Zee. Kroeze. Zwart biedt zich aan. Goed aangenomen van de Vries, zullen we maar zeggen. Kees Thomas.
Bijna spectaculair die tweede helft. Als Werner Schaap ook die bal op zijn hoofd had gehad. En het was een goal geworden. Dan was het een dubbelteller geweest. En dan was de stand 5-4 geweest. Nu is die 5-2. Ik vind dat Rotterdam te behoudend speelt. Te weinig oog voor de show. Vrije trap in het voordeel van Amsterdam. En dat kon Kees de Bruin, de scheidsrechter, wel eens verkeerd gezien hebben. Dat vindt ook het publiek trouwens. Kroeze. Van der Water. Van Duivenbode. Sterker nog, het is Schaaphok. Ja, de goal natuurlijk. Johan van der Water scoort 5-3. En dat is een loon naar werken. Want de Amsterdammers werken zeer hard in deze tweede helft. En Rotterdam laat bijzonder weinig zien en neemt in ieder geval geen initiatief. Ik moet ook zeggen dat Bob Jansen, de coach, geen kans ziet om de sterkste formatie op dit moment in het veld te krijgen. Dat zou anders kunnen. Fenneker. Bouwman. En dan maakt Theo Boosen een aanzienlijke fout. Hij dacht vier verdedigers. En dat is niet waar. Hij maakt een fout. En lost dat op. Nou ja, oplossen. Herstelt dat. Maakt het goed. Enzovoort. Met die scheidsrechtersbal. Fenneker. Bouwman. En nu is er dan wel een verdediger te veel. Want Boosten is... aan deze kant moet hij genomen worden, zegt Theo Boosten. Aardige poging van Pieter Vries. Goed gewerkt van Kroeze. Maar hij is er nog niet helemaal uit. Van Bokkel. Van der Water. Het moment is voorbij, maar misschien nu dan. Van der Laan, tenslotte. Het is duidelijk dat Kees Thomas, de keeper van Amsterdam, in een soort libero-positie optreedt. Zodra zijn spelers allemaal in de aanval gaan. Dat leek me een overtreding. Van Bokkel. Schaaphok. Van der Water. Ja, nee. Fenneker zag dat. Nu moet de paas op Bouwman komen. En die ligt dan uitermate cool te reageren. Want dat kan hij zeker. Het is een killer. Bouwman scoort 6-4. Nog altijd in het voordeel van... Ahoy. En dit is een hele goede goal van Werner Schaaphok. Hij scoort 6-4. Nog altijd in het voordeel van Ahoy. Goals volgen elkaar nu snel op. Ik heb nauwelijks de tijd om die zaak op te schrijven. Nu dan Van der Laan. Wat zeg ik Van der Laan? Van der Sluis natuurlijk. Kroeze. Fenneker. Een uitstekende actie vind ik dat toch wel van Kees Thomas. Wordt afgefloten door Kees de Bruin. Hij leunde een tikje misschien, maar ach, het is een kwestie van interpreteren. Krijgermaat. Bruis. Die nog weinig succes heeft gehad met zijn schijnbewegingen. Overtreding. Krijgermaat wordt er gezegd. Werkelijk, iedere tackle wordt op dit moment afgefloten. Van der Water. Geblokkeerd. Fenneker.
Riedijk aangespeeld. Neemt de bal met de buitenkant van zijn voet op. In rol Amsterdam. Kroeze. Van Bokkel. Van der Water. Zwart is voorin te vinden op dit moment. Anders dan in de eerste helft. Ja, een hele fraaie goal. Jacques Zwart, die zeer goed was meegekomen, anticipeerde op die rush van der Water. En het is heel duidelijk dat Amsterdam aan het terugkomen is. En dat is verdiend, want Rotterdam laat weinig zien in de tweede helft van Duivenbode. De wedstrijd wordt spannender uiteraard. 11 minuten en 55 seconden gespeeld. Stand 6-5. Velker, Riedijk. Van der Sluis. Bruis. En wat nu? Van der Sluis. Overtreding van der Sluis, gebaard Boosten. En dat begrijpt nou echt niemand. Van Bokkel. Zwart. Van der Sluis. De bedoeling was van Duivenbode tussen de benen door te spelen. Maar dat hebben al meer mensen geprobeerd. Van der Laan. En dat is op die manier een hensbal natuurlijk. Omdat hij buiten zijn doel strafschopgebied is. Maar het is uiteraard in eerste instantie een overtreding tegen hem. Van der Sluis, die kan hij nooit aannemen. Moeizame zaak voor Rotterdam Ahoy. Van Bokkel, die veel heeft gegeven. Ontzettend vaak in het veld is. En vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Ben benieuwd wie het meest fris de streep haalt. 6-5 is de stand nog altijd in het voordeel van Rotterdam. Goed gewerkt daar van der Sluis. Nu had hij moeten pasen uiteraard. Zwart aangespeeld. Ja, goed gedaan van Zwart. In die spits laat hij ineens zien wat een groot voetballer hij geweest is. En eigenlijk nog. Hij is in de spits gevaarlijker dan wat hij achterin aan verdiensten heeft opgebracht. Riedijk aangespeeld. Iedereen is te ver weg. Er wordt niet gelopen bij Rotterdam. Riedijk weer. Van der Sluis. En dan is Thomas in moeilijkheden. In rol voor Amsterdam. Van Duivenbode die de mogelijkheden ruikt. Schaaphok. Van der Zee. Mogelijkheden voor dit schot zijn het. Riedijk. Goed ingerold die bal. Hij was hard, maar hij was aanzienlijk naast. Schaaphok, die ook al hard werkt, afgevallen is. En daardoor meer opvalt. Van der Zee. Van Duivenbode. Van der Zee weer. Riedijk. Dat doet hij knap. In de rug gelopen. Riedijk weer. Goeie paas. Nu moet er snel gespeeld worden. En dat gebeurt andermaal niet. Goed gewerkt van der Zee. Zwart aangespeeld. Krijgt geen steun volgens nog. Schaaphok. Duivenbode. De oudste van de selectie. Oeh, wat een knal was dat. Maar net naast. De oudste van de Amsterdamse selectie. Allemaal in de aanval. Verdeker. Bal over de zijlijn. Er wordt een time-out aangevraagd door Amsterdam. Kees Groot. Er wordt een microfoon bijgehouden. We gaan eens luisteren wat daar gezegd wordt. Het is de tweede time-out van Kees Groot. Jij gaat als laatste man voetballen hier al. En als we in de aanval zijn, gaan we ook met vier man in de aanval. Kees, jij bent de laatste man. Klaar, af, aanvallen. Nog 4,5 minuut. Drie corners hebben we hoor. Drie, ja, en schiet hè. Die cornerbal hè. Ja, en dan werk ik als een duivel.
wordt er de aandacht op gevestigd dat Amsterdam nog maar één corner nodig heeft om tot een penalty te kunnen komen. Daar zullen ze op spelen. Ze zullen ook het risico nemen om in de aanval te gaan met vier man. En ze hebben gelijk, want ze hebben een voortreffelijke keeper die als libero kan optreden. En dan de meest vooruitgeschoven pion van Rotterdam kan afstoppen. Hens. Het was stellig niet opzettelijk. Van Bokkel. Krijgermaats. 16 minuten en 47 seconden gespeeld. De stand is 6-5. Nog altijd in het voordeel van Rotterdam, Ahoy. Maar oh, wat hebben ze het moeilijk. Riedijk aan de bal. Ook hij komt er niet uit. Riedijk. Goeie paas. De Vries. Bouwman. Staat er een moeilijk te doen, zeg ik dan maar. Maar het is natuurlijk wel aardig om te zien. Goed gewerkt van Bokkel. Voortreffelijk gedaan. En dan die mislukte paas van Alen van der Zee. Vrij. Krijgermaat. En dan stokt het spel. Tempo is weg. Van Bokkel, ik zei het al, zeer hardwerkend. Goed werkend, verdienstelijk werkend. Van der Water. Riedijk er weer tussen. Hij zou tempo kunnen maken nu. Bouwman is aan te spelen. Ja, daar komt die bal. En die plecht, ik heb het al eerder gezegd, zeer cool te werken. Een combinatie tussen Riedijk, De Vries en Bouwman. Het is 7-5. Riedijk. Ja, voortreffelijke paas weer. Het was toch weer Riedijk die de inzet van deze goal was. De aanstichter van de Water. Goed gewerkt, Krijgermaat. Dit is niet zo slim van hem. En dan een lange haal van Aad van der Laan. Van der Water aangespeeld. Hij heeft ruimte. Hij kan pasen op Schaaphok en hij doet het. Van der Water. Natuurlijk! Dat is een hele fraaie goal. Van der Water speelt die bal voor de goal. En het is Van der Zee die 7-6 scoort. Het is typerend dat Rotterdam geen kans ziet om verder te komen dan twee goals. En nu dan misschien de mogelijkheid. De paas was natuurlijk gericht op de kopbal van Frans Bouwman. Maar die kwam totaal niet aan die bal. Dat lijkt mij geen inrol. En dat wordt dus een vrije trap op de punt van het doelstrafschopgebied in het voordeel van Rotterdam Ahoy. Bouwman. Riedijk. Op de juiste plaats moet die bal liggen, vindt Theo Boosten. Die tenslotte ook niet van niks gekomen is. We naderen het eind van de rit. En het is een hele fraaie goal. Hele fraaie goal. Een combinatie tussen Bouwman, Riedijk en Van der Sluis. En deze Van der Sluis scoort 8-6. De zaak is bekeken. Van der Sluis heeft gescoord 1, 2, 3, 4 goals. De zaak is bekeken. Rotterdam Ahoy wint met pijn en moeite deze wedstrijd van hoofdstad Amsterdam. Het was minder fraai eerlijk gezegd dan we verwacht hadden. Amsterdam heeft een voortreffelijke wedstrijd gespeeld. Rotterdam was minder in vorm, maar ze hebben wel gewonnen. Ik vertel nog even. De goals van der Sluis 1-0, 2-0 en Bouwman scoorde vervolgens 3-0. Dan van Duivenbode 3-1. Penalty was dat van der Sluis 4-1. Kroeze 4-2. Ruststand. Dan Venneker 5-2.
Van der Water 5-3, Bouwman 6-3, Schaaphok 6-4, Zwart 6-5, De Vries 7-5, Van der Zee 7-6 en Van der Sluis tenslotte 8-6. Dat is de einduitslag. Dan nu de toeschouwers, 8000 man.